Ja, skieren, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video hier natuurlijk op mijn kanaal Rasse Gamer. Vandaag gaan wij een prachtig Kill Confirmed potje spelen. En voor de mensen die niet weten wat Kill Confirmed is: Kill Confirmed is een game mode waarbij je per kill 50 punten krijgt, maar per dog tag die de enemy laat vallen op het moment dat het doodgaat, 100. Shit, ik heb met twee handen. Wacht, we doen het hiermee. Dit zijn twee nullen en dit is een 1. 100 punten krijgt. Dus wat we gaan doen is, we gaan natuurlijk iedereen killen. De dogtags oppakken. En dat doen wij met de do-it-yourself renovator spiker gun. Dit is geen normaal wapen. Deze moet je natuurlijk halen uit de supply erop. En het is sowieso geen normaal wapen. Want in plaats van kogels schiet die spijkers af. En die spijkers die hebben een hele erge vertraging om door de lucht heen te vliegen. Dus op het moment dat jij schiet, zie je de spijker letterlijk vliegen. En wat je dus moet doen, is als de enemy hier staat, dan moet je dus hier schieten als hij zo loopt. Want dan raak je pas. En als je rechtop ze schiet, dan schiet je dus alles mis. Doordat er zo'n grote vertraging in de spijkers zit die je afschiet. Dus het is een leuk wapentje. Wat we erop hebben staan is Rapid Fire en de Extended Max om even wat meer ammo te hebben. En we gaan gewoon ons best doen. Tempest hebben we aanstaan, UAV hebben we aanstaan, Lightning hebben we aanstaan en Sabres hebben we aanstaan. En ik zie jullie in het potje. Het is tijd om onze spijkers te gaan afvuren. Hiero, op de prachtige map Stronghold. Ik vind Stronghold, als ik eerlijk ben, best wel een chille map. Maar je moet echt goed uitkijken voor als ze daar bijvoorbeeld gaan campen. Want dan ben je echt gewoon keihard. Maar ik heb keihard de lul, zoals jullie zelf ook al weten. Maar, oh, die was scheef. Achter me, nee! Serieus? Oh, mijn teammate die had het ook niet gezien. Ik dacht, nou had ik het verkeerd gezien. Mijn fout, dat was mijn fout. Ik had me eigenlijk al eerder moeten omdraaien, want ik had eigenlijk ook wel al kunnen verwachten. Lekker bezig, teammate. Pak die dogtags op, bro. Oké, dat was misschien niet zo handig om die dogtags op te pakken, want nu ben je dood gegaan, maar dat was mijn schuld. Snel alles oppakken, je krijgt er zo onwijs veel punten voor, hè, achter me. Dat is niet normaal. Ik was zo hebberig voor die dokter. Ik dacht, ik moet hem hebben. En dat ging weer helemaal verkeerd. Echt, als je één ding niet in Kill Confirmed moet doen, is het enorm hard achter de doctex aanrennen. Want dat gaat je deaths opleveren namelijk. En je zag het hier ook weer. Ik was zo hebberig voor die doctex dat ik weer dood ben gegaan. Dus weet je, het is leuk om die dingen allemaal te pakken. Jij staat stil, dus dankjewel voor de kill. Het is leuk om al die dingen te pakken. Maar het kan ook gewoon zo. Maar ik heb zo hard verkeerd gaan. Dus je moet er echt... Oh, dat is mijn doctag. Dus je moet er wel alsnog gewoon voor oppassen. Maar ja, 100 punten. Wie wil nou geen 100 punten scoren, weet je? Dat... Oh, ik heb geschoten. Dat is niet handig. Ah, je hebt dikke delay natuurlijk in die kogels die je schiet. Kijk, die heb ik wel. Ik weet niet of ik die andere ook kan killen. Oh, hij komt er even via de zijkant volgens mij. Weet je wat? Dan gaan wij via de zijkant. We zijn gecounter-refeed. Ik heb geen hardwired aan, dus ik heb ook echt gewoon enorm veel last natuurlijk van die counter-refeed. Maar ik weet nog wel dat ze hier ergens... Dankjewel, teammate. Dat ze hier ergens moeten spannen. Ze kunnen... Ja, ze spannen nog achter. Ze spannen nog achter. Waar ga je naartoe, bro? Ik heb 50 kogels. Meer dan genoeg. Enemies lieven! Waarom liggen jullie... Wij zijn degene die gecounterd zijn. Jullie lieven! Wat een onzin! Onzin enemies! Ik kan bijna zeggen teammates, maar onzin enemies! Dat vind ik altijd zo raar, weet je? Wij worden gecounterd. We staan wel voor, daar moet ik wel eerlijk toegeven, maar... Wij worden gecounterd en de enemies race quitten. Volgens mij moet het dan sowieso anders... Andersom zijn. Thanks voor het stelen van mijn dogtag, ouwe. Dat vind ik echt leuk. Echt, de Tempest is zo'n fijne... Ik zag je. Zo'n fijne specialist. En ik kan ze weer oppakken. Kijk hoe snel ik mijn scorestreaks drop, joh. Dat is niet normaal, hoor. Ik heb alweer een Sabres. Nu doet die Sabres meestal echt geen ene reet. Maar... Ik heb hem wel. Ik pak zoveel dogtags. Het is echt niet normaal, joh. Ik heb 16 kills. Maar ik heb 17 dogtagjes. Dat is niet normaal, hoor. Ik pak echt meer dan de kills maken, joh. Oh, dat was scheef. Weet je wat? We gaan gewoon deze kant, toch? Uh-oh. Nee, ik moet reloaden! Wat ben je aan het doen? Wat een lul! Dat was zo niet slim, hè? Ik pak elke dogtag. Ik pak alles op wat ik kan. Ik kan mijn Sabres niet eens meer inroepen, hè? Zoveel heb ik er al ingeroepen, gewoon. Ik kan het niet meer inroepen! Oneerlijk noem ik dat.
Ah, dan ben ik dood. Ah, poep. Oneerlijk, kan ik hem nu wel? Nee, ik kan hem niet inroepen. Ja, dat vind ik niet leuk. We hebben wel een hater. Ik zweer het je, ik ga lekker met mijn team. Ze gaan ook keihard, jongens. Spannen ze hier dan? Nee. Ze moeten zo meteen achter. Ja, daar komen ze. Helaas voor hun wist ik al dat ze hier moesten komen. Dus ik stond ze eigenlijk... Hostile down. Ah, die gozer hebben VMP. Dat is echt lastig met dit wapentje. Als ze over je kogels heen springen en je verwacht het niet... Dan schiet je alles mis, want je moet... Maar dan, je moet voor ze schieten. Je moet in hun loop schieten. En je kan niet recht op ze schieten, want dan mis je gewoon al je kogels. Doordat de vertraging er natuurlijk in zit. Dus je moet eigenlijk met dit wapen... Het is heel raar, dat weet ik. Maar je moet eigenlijk misschieten... Om de kills te kunnen krijgen. Dus dat is gewoon lastig. Maar ik kan wel mijn Sabres weer inroepen. Dat is, that's what we're talking about, man. En ik heb mijn Tempest weer. En daar word ik wel blij van eigenlijk. Niet achter me spannen, want dan word ik boos. Nu weet ik niet meer waar ze zijn. We hebben, volgens mij is die hater voorbij. Nee, die hater is er nog. Friendly counter UAV inbound. Tempest discharge. Blijf nou stilstaan. Hij bleef me heen en weer. Ik kon niet meer raakschieten. Hij bleef me heen en weer. VVP. VVP, man. Ik wist dat je voor mijn kogels ging springen, bro. Deze keer wist ik het. Je moet echt hard voor ze schieten, hoor. Maar je kan zeggen wat je wil. Nou, dankjewel. Het is wel een leuk wapentje. Dat sowieso. En daar gaat het ook uiteindelijk om. Het is een leuk, maar lastig wapen om te gebruiken. En dat vind ik weer leuk. Oh. En hij heeft een leuk geluidje. Al die spijkertjes eruit. Heerlijk. VP man is dit. Oh, hij is dood. Oké, nou, die kan het niet meer navertellen. Achter je, bro. Achter je, bro. Oh, jawel. Hij is... Ah, hij rent voor me weg. Nee, joh. Severus, doe eens wat. Je bent hier alleen maar dom aan het heen en weer. En je doet geen reet, jongen. Die Severus is echt gewoon de slechtste scorestreak, hoor. Als je hem zelf bestuurt, dan kan hij nog wel wat doen. Eerlijk is eerlijk, maar... Huh. Maar als hij gewoon zelf rondrijdt, zeg maar, dan doet dat ding echt geen ene zakkenwasser. Weet je, we willen killen met mijn eigen wapen, hè, bro? Ik dacht het even niet, jongen. Oh, Severus heeft er een. Kijk. Je moet hem gewoon, je moet hem een beetje aansporen. Dat kan niet wel, maar je hebt er nooit zin in of zo. Oh, lekker hoor. Zie je, je moet hem echt een beetje aansporen. Ik zweer het je. Ik spoor hem even aan en dan maak ik meteen twee kills. Twee kills. Dat is veel voor een Severus, hoor. Dat is eigenlijk gewoon superieur voor een Severus. Oh, lekker, jongens. Even kijken, spannen niet achter me. We hebben de UAV niet meer, maar ze moeten zo meteen wel achter... Ja, zie je wel. Zo, zag je daar de vertraging in die kogels, joh? Severus! Pak! Nee, je hebt weer misgeschoten. Nee, serieus? Echt zo'n poepding. Ik weet ook niet waarom ik hem heb aangezet. Eerlijk is eerlijk. Ik heb er nog nooit iets aan gehad, gewoon. Ik heb er nog nooit iets aan gehad. Het is geen grapje ook. Oh, mooie assist. Lekker bezig, teammate. Komt hier aan, hoor. Kijk uit. Hij komt je halen, bro. Nee! Dat heeft niemand gezien. Althans, ik hoop dat niemand dat heeft gezien. Want, ja. Dat was een mooie aim. Dat was zo scheef, jongen. Maar ik zeg het je, het is lastig om met het wapen te spelen. Ik vind het echt moeilijk om met het wapen te spelen. Daar komt het op neer. Maar, het is superleuk wapen om te gebruiken. Dus jongens... Mocht je hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Nog super dope dat jullie allemaal bij waren. Super dope dat jullie allemaal zijn ingetuned. We zijn natuurlijk zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe video. En wil je nou een bepaald wapen zien? Of een bepaalde class zien of wat dan ook? Laat me sowieso weten in de comments. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye.